Ik ben Arnold van Brugge, schrijver en filmmaker. Ik ben Rob Hoonstra, ik ben fotograaf in The Sochi Project. The Sochi Project is een 5-jarig documentair project wat eigenlijk probeert de hele regio rondom Olympisch Sochi in kaart te brengen. Dat gaat zowel over de Olympische hoofdstad Sochi, over het toerisme daar en wat het vroeger voorstelde, die stad, maar ook over de hele regio daaromheen. In het stedelijk hebben we een presentatie van fotografie en teksten die afgedrukt zijn op grote broadsheet krantenvellen. En daarnaast worden ook onze boeken gepresenteerd. En een van die boeken is bijvoorbeeld het boek over de Noord-Caucasus, is ook in zijn geheel op krantenpapier gedrukt. En wij hebben dat medium destijds gekozen omdat we eigenlijk alle esthetiek van de fotografie uit de presentatie wilden rammen werkelijk. Het moest gaan over de inhoud, het moest gaan over het verhaal wat we wilden vertellen. Ik denk dat wij het belangrijkst vonden aan dit project is om heel erg die contrasten in die regio te laten zien. Dus we wisten dat daar in 2014 een heel pompeus, rijk schouwspel zou worden opgevoerd. En we wilden dat heel graag contrasteren met de verhalen over armoede, onveiligheid. Wat gebeurt hier werkelijk en door welke werkelijkheid moet je je niet laten verleiden deze dagen op televisie?